Kerngezond TV is powered by EVT. Hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van Kerngezond TV vanaf recreatiepark De Lijstert te Roggel. Vandaag een speciale gast. Bekend van Hollands Got Talent, wereldkampioen breakdance, Mr. B-Boy Lorenzo, oftewel Lorenzo Caboni uit Weert. Maar eerst het kerngezonde nieuws. Het meidenteam van VV Belfeldia bracht onlangs een bezoek aan de ouderen van het Pronkkapelke. Samen met de senioren gingen ze kokkerellen en maakten ze gezonde en lekkere hapjes. Tevens vertelde Paul Titelaar van de plaatselijke Rabobank over het project Banking for Food, waarbij aandacht wordt gevraagd voor de voedselschaarste in de wereld. De leerlingen van de Twister en de Doolgaard uit Horst gingen op bezoek bij de paddenstoelerij. Hier leerden ze alles over paddenstoelen en champignons door middel van een rondleiding en een film. De leerlingen keken bovendien in de keuken hoe de koks champignongerechten bereiden. En daarna speelden ze nog allerlei spellen en een quiz. En zo komen we bij de kerngezonde foto's van deze week. Aiva Dickerson uit Kerkrade maakte deze mooie collage. En deze kerngezonde foto van een veelzijdige fruitboom is ingestuurd door Lieke Reinders uit Maasbree. Elke week stellen we enkele kerngezonde vragen aan een topsporter. En vandaag is dat... Ik ben Lorenzo Caboni en ik ben 11 jaar oud. Ik zit op breakdance en vorig jaar ben ik op Hollands Got Talent geweest met mijn team. En dan zijn we tot de finale gekomen en we zijn wereldkampioen breakdance geworden vorig jaar. Een vriend van mij die ging op breakdance en die moeder van mijn vriend zei tegen mijn moeder dat het wel een leuk sport voor mij was en toen ging het erop. En toen vond ik het heel leuk en toen ben ik er verder mee gegaan. Ik vind het leuk aan breakdance eigenlijk de wedstrijden en de optredens. Ik train eigenlijk elke dag en dat is meestal dan 2 tot 3 uur. Dus je zit bijna 20 uur in de week te breakdansen? Ja, eigenlijk wel. Nu zijn jullie met de Fresh All-Stars uit Weert wereldkampioen geworden. Hoe vet is dat? Ja, dat is wel heel vet. We krijgen nu heel veel uitnodigingen voor breakdance-wedstrijden in het buitenland. Ik ben al in Frankrijk geweest, in Zwitserland, in IJsland en in Amerika. Waar droom je van? Ik droom eigenlijk om de beste breakdancer van de wereld te worden. En hoe ga je dat bereiken? Nou, door eigenlijk gewoon heel veel te trainen en uiteindelijk dan mee te doen aan de wereldkampioenschappen. Moet je voor het breakdance, moet je dan opletten wat je eet? Ja, wel, je moet heel veel pasta eten bijvoorbeeld, want ja, daar krijg je wel ook heel vaak energie van en zo, koolhydraten en genoeg groente en fruit. Wat is jouw favoriete gerecht? Dat is denk ik broccoli met kip en volkoren pasta. Dat klinkt goed. Maak je hem zelf? Nee. Nee, mama. Hey, nou heb jij ontzettend veel volgers op social media. Heb je nog tijd om dat allemaal bij te houden? Ja, ik hou dat zelf niet bij, dat doet mijn vader. Maar ik kijk meestal als hij bijvoorbeeld een filmpje erop zet, dan kijk ik wel of het goed is. Hey, ik heb heel veel van je gehoord nu. Het wordt de hoogste tijd om eens wat te laten zien. Oké? Okay? Ja. B-Boy Lorenzo, wat een moves. Als ik jou zie, dan denk ik, dat wil ik ook. Denk je dat ik dat kan? Ja, ik kan je denk wel wat leren, maar ik denk dat je iets te oud bent. Te oud? Ja, denk het wel. Wat voor dikke. Nou, ik probeer me eens een trick te leren dan, ja? Dat is een makkie. Dat is een makkie. Woe! Oh!
tijd voor de prijsvraag over Lorenzo. Aan welke talentenjacht op tv heeft hij meegedaan? Was dat A, The Voice of Holland, B, Holland Got Talent of C, het Junior Songfestival? Mail je antwoord naar info@wijzijnkerngezond.nl en zet duidelijk je naam, leeftijd en woonplaats erbij. De winnaar van de prijsvraag wordt binnenkort bekendgemaakt in deze uitzending en wint een fantastische prijs. Hij of zij mag namelijk met alle andere prijswinnaars deelnemen aan de Kerngezond afsluitdag. En op deze dag kun je genieten van een kerngezonde barbecue, aangeboden door AZ Barbecue. En je mag schelteren om de hoofdprijs, een weekendje weg voor het hele gezin, aangeboden door vakantiepark De Lijstert in Roggel. En de winnaar van de prijsvraag van 2 weken geleden, die staat nu in beeld. Van harte gefeliciteerd. Zeker wint hij. Lorenzo houdt Maurice net achter zich door zich breed te maken in de laatste meters. En ondanks dat Maurice verhaal gaat halen bij de jury, blijft Lorenzo de onbetwiste winnaar in een tijd van 1 minuut, 7 seconden en 71 honderdste. Maar helaas is die tijd niet snel genoeg voor een plekje in onze top 14. En die lijst wordt nog altijd aangevoerd door Maurice zelf. Zo! Ik zit er echt doorheen, maar we zijn bijna aan het einde van deze Kerngezond TV. Geef nog even het goede antwoord op de prijsvraag en je kan hele mooie prijzen winnen. En vergeet niet je te abonneren op Kerngezond TV. Dat is geheel gratis en wekelijks word je dan geüpdate van deze uitzending. Het laatste woord voordat ik helemaal dag goodbye zeg, is natuurlijk aan de kleine Italiaanse man uit Weert, Renzo Caboni. Kerngezond is... actief bezig zijn met sport en gezond eten. Kerngezond TV is powered by EVT.